President, welke belangrijke kwesties zullen besproken worden tijdens de CARICOM Saudi-Arabië-top in Riyadh? En hoe is Suriname van plan hieraan bij te dragen? Nou kijk, het is de eerste keer dat er een meeting wordt tussen leiders van CARICOM en de regering van Saudi-Arabië. Ze zijn uitgenodigd door de koning om samen met de regering van Saudi-Arabië, als CARICOM enerzijds, als regio, maar tegelijkertijd als individuele lidstaten, voor ons geldt als Suriname, afspraken te maken over taal van samenwerkingsgebieden. Natuurlijk zijn de belangrijkste gebieden die de wereldagenda beheersen, namelijk de climate change, verandering van klimaat. Tweede is, je weet, Saudi-Arabië heeft een historie van oil en gas. Wij zijn een inkoming, een newcomer, die offshore. Dus daar is er ruimte voor samenwerking met de Caribische regio, maar ook bilateraal. Voor de rest zijn er samenwerkingen die besproken worden op het gebied van personenverkeer, goederenverkeer, connectivity. Maar houdt u ook rekening mee dat in Suriname er een hele grote moslimgemeenschap woont, die regelmatig gaat voor hajj, voor een gebed. En dat er daar ook voorzieningen getroffen moeten worden, dat mensen makkelijker kunnen reizen, visa verkeer, maar ook dat mensen ook makkelijker aan een visum kunnen komen. Dat zijn allemaal zaken die op agenda zijn. We hebben recentelijk nog een technische missie gehad van Saudi-Arabië en Suriname om te praten over technische samenwerking, projectfinanciering. Saudi-Arabië heeft de afgelopen jaren enorm veel geld kunnen sparen in een spaar- en stabilisatiefonds, een wealthfonds. En daarna hebben ze nog zoveel andere ontwikkelingsfondsen. Goedkoop kapitaal, concession loans. En daarover willen we ook afspraak maken hoe wij kunnen trekken om de crisis te beheersen, om ook projecten in Suriname uit te voeren. En ook namelijk naar de samenleving die maatregelen treffen waarvoor financiële middelen nodig zijn die wij niet hebben, om ook verlichting te brengen in de samenleving. Houdt u rekening met dat er zoveel projecten van ons op dit moment liggen, vanaf woningbouw, infrastructuur, asfaltering van wegen, die op dit moment niet gefinancierd kunnen worden. En wij mogen op dit moment geen duur kapitaal lenen. Ik heb wel met IMF afgestemd dat we nu wel ruimte moeten krijgen om goedkoop kapitaal te lenen, de zogenaamde concessional loans. En IMF heeft duidelijk gezegd, ja, het is mogelijk. Maar laat er ook goede afstemming zijn met IMF. En dat is een historische samenwerking die we gaan bespreken. Alle leiders van CARICOM zijn aanwezig op deze bijeenkomst die plaatsvindt in Riyadh, Saudi-Arabië. Oké, president. Hoe balanceert u uw rol als staatshoofd in het verbeteren van internationale betrekkingen, zoals deze met Saudi-Arabië, en het adresseren van de binnenlandse kwesties, zoals de recente acties van de vakbonden in Suriname? Laat mij aangeven dat wij altijd in goed overleg zijn met de vakbonden. We hebben een structureel overleg met de vakbonden, afzonderlijk, maar we hebben ook een structureel overleg tussen vakbonden en de private sector in tripartiet verband. We hebben ook een sociaal-economische raad waar vakbonden en bedrijfsleven participeren samen met de regering om vraagstukken te bespreken die van belangrijk zijn voor de sociaal-economische ontwikkeling, maar ook voor zaken die te maken hebben met de crisisbeheersing, zaken die te maken met het herstelprogramma, maar ook voor een goede afstemming om die economie samen goed te beheersen als het gaat om salarisissues, als het gaat om pensioenen, als het gaat om inflatie, als het gaat om wat dan ook waarbij overleg nodig is. Wij zetten overleg voort. Dat hebben we gedaan met Rafaxure, dat hebben we gedaan met C47,
Dat hebben we gedaan met zoveel andere vakbonden. En we hebben overeenstemming bereikt. We hebben overeenstemming bereikt dat voor de maand december de ambtenaren met hun gelijkgestelde groepen 5000 SRD gaan krijgen. Is overeenstemming bereikt? We hebben overeenstemming bereikt, namelijk dat voor het jaar 2024 er breed onderhandeld mag worden. Daarvoor hebben de ministers, een clusterteam van ministers, mandaat gekregen om te gaan onderhandelen over een breed pakket van maatregelen over het jaar 2024. Dan denk ik aan, wat is nu de armoedegrens? Wat zal gebeuren met de nieuwe armoedegrens en die impact daarvan naar de samenleving? Waarvan we toen op basis van die oude armoedegrens een bedrag goedgekeurd hadden van 1800. Daar is de ruimte om te onderhandelen over optrekken van het bedrag, over verruimen van de doelgroep. We hebben dan die ambtenaren en gelijkgestelden ook 2500 te geven. Ook daar is er ruimte om over het bedrag te praten, de hoogte en verruiming van die doelgroep. Wij willen ook praten over de koopkrachtversterking. We willen ook kijken naar die kwetsbare groepen, de personen met een beperking, de mensen die een financiële bijstand nodig hebben. Allemaal zaken, tegelijkertijd naar het belastingssysteem, naar aanpassing van die schijven. En daarvoor is er overeenstemming om te gaan onderhandelen. En vervolgens is er een issue geweest van BTW, de invoering van BTW. Waar we de vakbonden gevraagd hadden, namelijk laat er een commissie komen, bestaande uit verschillende vertegenwoordigers, om te kijken naar die BTW en aanbeveling te doen aan de regering. Die commissie heeft haar werk afgerond, heeft gevraagd om naar een paar voorstellen te kijken, namelijk welke van die goederen vrijgesteld zouden kunnen worden van BTW. Wij zeggen, we zijn open daarvoor, om daarover ook te praten, ook daarover te onderhandelen. Echter is BTW een wet. Je kan het niet alleen met de regering bespreken. Tweede is, BTW is een mechanisme geweest van versterking van de economie, stabilisatie van de economie, ook in die fiscale sfeer, als te zijn een instrument waarbij het IMF vraagt om dat in place te hebben. Dus je moet ook met IMF praten. En zo hebben we overleg verbreed naar de Nationale Assemblée. Zo hebben we overleg verbreed ook naar IMF. En iedereen zegt, inclusief IMF, ja, het is tijd om te evalueren, om na te gaan welke goederen vrijgesteld moeten worden, welke niet, welke kunnen erbij komen. En daarvoor moeten we ruimte krijgen. Als we eenmaal dat pakket hebben, dan brengen we het parlement om daarover te praten. Nu heb je een groep van de vakbonden gehad die hun leden hebben opgeroepen voor demonstraties. Hetgeen wij respecteren, we zijn een democratisch land. Alleen moet het ordelijk verlopen. En zij hebben gevraagd namelijk om die BTW terug te draaien of aan te houden of partieel uit te voeren of even op te schorten. Alle opties. Wij hebben onze tijd genomen om naar hun argumenten te luisteren. En we hebben gehoord wat ze precies willen. En wat ze zeggen is, door die BTW gaan hun leden, je kan zeggen Surinaamse samenleving, dan meer moeten betalen. Als gevolg van de stijging van de prijzen, de kosten, etc. En dat het voor hen niet draaglijk is. Wij weten dat ook. Ik wil ook meer geven. Maar ik kan dat alleen geven wat ik heb. Wat ik niet heb, daar kan ik Belastingdienst vragen. Ga harder werken. Ga meer inkomsten halen. Hetgeen ook gebeurt. Die opdracht is gegeven. En ze gaan incentives krijgen. Ja, ga meer halen uit de goudsector. Dat staatsbesluit is goedgekeurd. De budgetten zijn vrijgemaakt nu. Ga halen uit de goudsector. Kan ik meer geven? Die grondconversie is er. Ga converteren. Laat er inkomsten komen. Kan ik meer geven aan de samenleving?
hier hebben we goed geluisterd en zij vragen namelijk dat één, je die belastingsgegevens zou moeten aanpassen. Dat was al eerder gevraagd en daarvoor hebben we al overeenstemming bereikt. Tweede is namelijk dat je de BTW op bepaalde goederen moet aanhouden of de uitvoering moet opschorten, zoals elektra, gas, water, brandstof. Wij hebben ook een verplichting als staat om salaris te betalen. En dat gaat om miljarden wat we moeten betalen op maandbasis. Elke maand hebben we een uitdaging. Dus wij krijgen ook inkomsten uit de BTW. Maar vergeet u niet, BTW is niet gekomen op een andere belasting. Een andere belasting is afgeschaft. Een andere belasting is afgeschaft, namelijk de omzetbelasting. Die 12% was. En daar in de plaats is gekomen BTW, die 10% is. Dus in feite, als je goed nagaat, je hebt pay voor die 12%, nou je pay 10%. Ja? Maar we luisteren naar argumenten. We hebben gezegd, goed, we gaan die BTW evalueren. 5 maanden, 6 maanden. 1. 2. Laten we berekenen wat de BTW meer kost aan een gemiddelde burger. Dat zijn uw leden. Dat zijn ook mijn leden van de samenleving. Laten we calculeren. En we zullen komen op bedrag X, wat de mensen extra nu moeten betalen. Op brandstof, of stroom, of gas. We zijn bereid dat bedrag te geven aan de leden. Maar laten we samen zitten en berekenen hoe groot het bedrag is. En hoe ga ik het teruggeven? Door die belastingsgeven aan te passen. En de mensen, in feite die meevallers daarvan, geven. Waardoor niet alleen een stukje compensatie ontstaat. Maar ze krijgen meer. Dat hebben belastingdeskundigen nu al berekend. Maar koos doen. Dan. En voor wat betreft de BTW van opschorten, van uitvoering op brandstof. Dat gaat heel moeizaam. We kunnen dat ook niet doen. Anders kunnen we wel overeenkomen dat we dat gaan doen, maar dan moeten zij ook overeenkomen dat ambtenaren geen salaris gaan krijgen. Dat is het probleem waarmee we zitten. Maar laten we alvast geven wat we kunnen geven. Step by step. Dus, de vakbondsleiders hebben gevraagd om datgene allemaal op papier te zetten. En ze zouden het aan de leden presenteren. We hebben netjes op papier gezet. En alles hebben ze geaccepteerd met uitzondering van die BTW op brandstof. Nou, dan moet je weer komen praten. Dan moet je weer komen overleg voeren om oplossingen te zoeken. Maar het pad verlaten van dialoog en mensen oproepen zonder te weten wat de richting is, wat de oplossingsmogelijkheden zijn, is ook niet goed. Wij staan open als regering. Ik heb een clusterteam van ministers gemandateerd om door te gaan. Als die motie ingediend wordt, krijgen ze antwoord dat we door willen gaan met het overleg, totdat we oplossing vinden. En we staan open als regering om met iedereen overleg te voeren, maar laat het een overleg zijn met een zodanig resultaat, welke ook door de economie gedragen kan worden, welke niet leidt tot verdere inflatie, welke niet leidt tot weer koersschommelingen en koersstijgingen. We hebben 3 jaar heel moeizaam gewerkt aan herstel van onze economie. We hebben 3 jaar heel hard gewerkt om stabilisatie te brengen. We hebben 3 jaar als samenleving zware offers gebracht. Laten we dit houden. Laten we dit behouden en kijken hoe wij onze samenleving kunnen helpen met meer koopkracht. Als het moet, alvast gefaseerde salarisverhoging. Laten we praten. Kijken welke de BTW-dingen zijn die we even kunnen aanhouden. Laten we de BTW evalueren. Laten we naar die belastingsgeven kijken. Laten we naar alle aspecten kijken. Maar dan lossen we het probleem duurzaam op. En ik doe een beroep op de vakbonden en de vakbondsleiders. Verlaat het pad van dialoog niet. Laten we samen als Sernamang zitten. Naar alle cijfers kijken. Naar alle mogelijkheden kijken. En leiderschap tonen.
verantwoordelijkheid ook nemen naar die samenleving toe. Uitleggen wat de situatie is en hun ook vertellen wat nu mogelijk is. Dat kunnen we nu bereiken in november. In december hebben we overeenstemming. Een grote uitdaging ligt daar in 2024 om goede overeenstemming te bereiken. Dus nogmaals, concreet antwoord gevend op uw vraag, ja. Dat zijn zaken waarmee je rekening moet houden dat de internationale gemeenschap ook vraagt op basis van jouw grondwettelijke taak, dat je als staatshoofd ook een bijdrage moet leveren aan die internationale rechtsorde. Dat er daar een CARICOM-organisatie is waar alle leiders daar aanwezig gaan zijn. Een leider van Suriname die niet aanwezig is, geeft ook een signaal. Geeft ook een signaal. Namelijk dat er één land is waar nog instabiel is. Maar er zijn zoveel andere landen in CARICOM waar instabiliteit is. Maar wanneer die internationale verantwoordelijkheid leiders roept om te kijken naar internationale solidariteit. Wanneer de internationale gemeenschap leiders oproept om te kijken hoe vrede kunnen bevorderen in de wereld. Dat is inderdaad een nationale issue belangrijk. Maar laat ook rekening houden dat we ook een internationale verantwoordelijkheid hebben. Er zijn keuzes die je moet maken, die soms niet begrepen gaan worden. Maar het is als ons, als leiders, als regering om goed uit te leggen. Het is een missie wat volledig bekostigd wordt door de regering van Saudi-Arabië. Het is een missie die maar 4 dagen duurt. Laat ook rekening houden dat de wereld ook naar ons kijkt. Dat de wereld ook kijkt hoe wij hier zaken goed wensen te regelen. Dat de wereld ook kijkt dat we uit die 3 jaar crisis zijn gekomen. En dat wij leiderschap verwachten, niet alleen van de staatshoofd, niet alleen van de president. Maar ook leiderschap verwachten van sociaal-maatschappelijke leiders. Dat ook verantwoordelijkheid vragen van vakbondsleiders. Dat ze goed omgaan met ons democratisch goed, wat ons heilig is. Maar dat ze ook zulke processen goed begeleiden met inachtneming van democratische regels. Dat ze zulke zaken goed begeleiden waarbij de samenleving ook weet, namelijk dat de strijdmethoden die gehanteerd worden, ook moeten bijdragen aan die verhoging van die democratie. Maar ook dat die regering met datgene wat geëist wordt ook in staat is om het uit te voeren. En dat is waarvoor we als leden samen moeten zitten, om oplossingen te zoeken voor land en volk. En ik heb de overtuiging dat wij meer kunnen doen voor de samenleving als we bij elkaar komen en zitten en oplossingen zoeken voor land en volk. Dank u wel, president.